En dan de werknemersfederatie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zij heeft haar acties opgeschort. Door tussenkomst van vicepresident Ronnie Brunswijk is er overeenstemming bereikt met het ministerie van Financiën en Planning om de gelden eind van deze maand te storten. Na weken van acties voeren zijn de bonden vandaag bij de vicepresident geweest om hun misnoegen te uiten. Het ministerie van Financiën en Planning staat volgens de leden in de weg om de koopkrachtversterking te ontvangen. In het bijzijn van de bonden heeft de vicepresident, ministers Arman Agaibersing en Marie Levens, telefonisch gesproken. Financiënminister Agaibersing deed de toezegging de financiële middelen eind van deze maand vrij te zullen geven. Ik heb de minister van Financiën gebeld. Ik heb uitgelegd de situatie hier. Mm-hmm. En dat jullie zeggen van er was een afspraak van 700. En hij zegt, nu is dat al 3 maanden of 14 toch? Ja. Dus in ieder geval, eind van de maand heeft me beloofd, ja toch, ik was erbij, dat het wordt gestopt. Okay. Yeah. En dat hij verder met de directie en de bond gaat praten. Maar in ieder geval, die eerste tranche gaat eind van de maand. Twee tranches. Ja, dan nee. Wat jullie direct op hebben toch? Ja. Maar in ieder geval, ik heb gezegd, eind van de maand, doe ik iets money dan, hoe goed dat we over jongen. Oh, ja, oké. Okay. Anders ook maar. En if de if I no stop, we kon je bakken. Vicepresident Brunswijk is van mening dat een ieder die heeft gewerkt moet worden beloond. De werkzaamheden bij de Anton de Kom Universiteit worden maandag hervat.